eigenlijk is dat iets wat je echt nodig hebt. Hè? Zo eens een traject voor integratiebeleid op te zetten, van A tot Z doorlopen. En tot op heden krijg je dat wel in stukken en brokken, door een keer een opleiding te volgen, door een keer met iemand, met een partnerschap aan te gaan. En dit leek mij wel de kans bij uitstek om echt eens een traject van A tot Z te doorlopen. Van hoe start je? Wat heb je daar allemaal voor nodig? Welke sleutels tot succes? Tot wat is het einde? Maar ook om eens door een andere bril naar de projecten te kijken. Om ook andere meningen te horen. En ook om verder een netwerk op te bouwen met andere steden en gemeenten. Het was een dankbaar traject. Heel veel uit opgestoken. En heel veel van de dingen die meegegeven worden, zijn ook breder dan het integratieverhaal. Dat is eigenlijk een startsessie rond Ken je realiteit. Helemaal geen idee over hoe de samenstelling was. Hè. Welke inwoners zitten daar, wat is de afkomst, de herkomst van die mensen. En in de sessie Ken je realiteit krijg je daar eigenlijk een heel mooi zicht op. Hè. Voor mij was dat eigenlijk de sessie rond neem je regierol op. Vooral over de soorten netwerken in kaart brengen. En de reden daarvoor is dat als je start binnen je functie, heb je vaak al heel wat netwerken die gemaakt zijn. Ik kon echt eens na die sessies een oefening maken. Ik heb die netwerken in kaart gebracht. Ik heb dan ook eens gekeken naar wat zijn die doelen, wat zijn de ambities van die netwerken? En heb ik er toch een paar kunnen uithalen die we eigenlijk moeten herstructureren. Wat al heel mooi uitgelegd geweest is en heel mooi aangebracht is, is het model rond die polarisatie. Het wij-zij-denken en hoe dat we daar eigenlijk moeten mee omgaan. En de vaststelling, ook in uw eigen verleden dan, dat daar heel vaak heel verkeerd wordt mee omgegaan.